In the jungle, Jaap ontdekt Aap. In the jungle, en zijn naam is Jaap. In the jungle, hij zwaait aan een liaan. In the jungle, en hij eet een banaan. Gaan we zingen, Jaapie? Zingen jullie mee? Doolipapadoe. Doolipapadoe. Yeah. Hallo, wat leuk dat je er bent. Ik ben hier met Dirk Schelen. Ja, leuk hè, met meester Sander. Ja, ik vind het superleuk om lekker mee te zingen met Jaapie het Aapie, die is er ook bij. En we gaan natuurlijk liedjes over de jungle zingen, maar niet zomaar. We gaan er raadseltjes van maken, toch? Ja, we gaan jullie alles leren over de dieren in de jungle. Dat doen we met raadsels en natuurlijk met liedjes. Laten we de jungle ingaan, kom. Ja, daar gaan we. Oeh. En dan ga ik nu een liedje zingen en nu mogen jullie raden over welk dier ik het heb in de jungle. En ik laat het woord van het dier laat ik weg. In the jungle, daar woont een. In the jungle, hij is niet kort maar lang. In the jungle, hij sluipt in het rond. In the jungle, kijk maar goed naar de grond en het geluid is... Welk dier heb ik het over? Helemaal goed. De slang. In de jungle zijn kleine en grote slangen. Kleine slangen zijn meestal giftig en grote slangen zijn meestal wurgslangen. Maar wist je dat een slang kan ruiken met zijn tong? Zie je zijn tong naar buiten gaan? Daarmee ruikt deze slang en weet hij dus wat er allemaal in de buurt is. Het volgende dier is een dier met een hele lange nek. Hij is geel met vlekken. Ja, heel goed. Het is natuurlijk de giraf. Dikketje dap. Ja. Zoals je kunt zien is een giraf heel erg lang. Het is zelfs het langste dier op aarde. En een giraf kan wel 5 meter lang zijn. 5 meter hoog. En dat is super handig, want een giraf eet blaadjes van een boom. Een giraf eet dus geen vlees, maar heerlijke groene bladeren. En door die lange nek kan die daar heel goed bij. En nou ben ik benieuwd of je het volgende dier raadt. In the jungle, daar woont een. In the jungle, het is geen mamagaai. In the jungle, ze zegt wat je zegt in de jungle. En dat doet ze echt. En wat zegt ze? Kopiekrouw, kopiekrouw. Over welk dier heb ik het? Helemaal goed. Een papagaai. Die zegt wat je zegt, zegt ze na. Helemaal goed. Daar zitten ze. 2 prachtige papagaaien. En wist je dat papagaaien hele slimme dieren zijn? Ze begrijpen eigenlijk net zoveel als een peuter, dus als een kind van 2 of 3 jaar oud. En daar kun je dus leuke spelletjes mee doen. Dit dier is grijs, maar het is geen olifant. Hij heeft een hoorn op zijn neus. Oh, nu zei ik het al. Het is natuurlijk een neushoorn. Yay! Hier zie je een aantal neushoorns. Neushoorns zijn echte grazers. Ze eten het gras, maar ook takjes, bladeren van bomen en bessen. Wist je dat neushoorns bedreigd zijn? Er zijn er steeds minder op de aarde. Dat komt omdat mensen hun hoorn willen. Die willen ze gebruiken om weer iets van te maken. Maar wij moeten de neushoorn beschermen, zodat hij niet uitsterft. Oké, en welk dier heb ik het nu over? Het is een gevaarlijk dier. In the jungle, daar woont een. In the jungle, het is een echte krijger. In the jungle, hij woont in het bos. In the jungle, en daar loopt hij los. En het geluid wat hij maakt is... En welk dier heb ik het over? Hij heeft strepen. Op zijn rug, ja. Precies, de
Tijger! Goed gedaan! De tijger hoort bij de katachtige. Hij lijkt ook wel een beetje op jouw kat die je thuis hebt misschien. Maar er is één groot verschil. Want een tijger houdt wel van water. Katten gaan nooit zwemmen. Maar tijgers, die kunnen dat wel. Dat is toch bijzonder? En nou een hele moeilijke. In de jungle daar woont een... Hij heeft bonte kleuren en zijn snavel is heel erg lang. Nou, welk dier is het? Hartstikke goed zeg, een toucan! Ja, ik wou dat ik er naartoe kan. Toucan, flauw grapje, maar het is altijd leuk voor het grapje. De toucan! De toucan is een prachtige vogel. Maar er is wel iets geks, want deze vogel maakt niet zijn eigen nest, maar hij gebruikt holtes in bomen. Dus als er een gat in een boom zit, maakt de toucan daar zijn nest van. Dat is bijzonder. Dit dier heeft hele mooie manen. En ik vind hem best wel eng, want hij verslindt dieren. Het is... Ja, de leeuw! De leeuw is de koning van de jungle. De koning van de dieren. En weet je... Hoe je een kleine leeuw noemt? Een welpje. Die zijn super schattig, maar pas maar op voor zijn scherpe tanden. En deze is heel makkelijk, maar ik ga hem toch doen. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de... heeft de allerdikste billen van het... Precies. Ik hoef zijn naam niet eens uit te spreken. Hij is groot en grijs en dit is natuurlijk de olifant. Met de slurf pakt de olifant allemaal dingen op. En hij kan er ook water mee opzuigen en in zijn eigen bek spuiten. Dat is nog eens handig. Dit dier is vaak heel klein, maar in de jungle kan hij best wel groot zijn. Hij heeft 8 poten en soms wel met haren erop. Ja... Het is natuurlijk een spin. Ja. En in de jungle, Dick. Kriebelkrabbel, 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 kriebelkrabbel. Hebben ze ook de vogelspin. Oh, wat super goed gedaan van jullie, zeg. Zeker weten. Ja, en wij vonden het heel leuk om met jullie in de jungle te zijn en je alles te leren. Ja, maar jullie kunnen nu zo op reis naar de jungle en herken je alle dieren. Ja. Dan kan je zeggen, hey, dag tijger, dag slang. Ja. Dag olifant. Ja, precies. Ja. Oh, maar pas op voor de vogelspin. Ja, precies. Maar Dick, het leuke is, wil je meer weten over de jungle? Dan moeten ze bij jou zijn. Ja, want op mijn YouTube-kanaal, het YouTube-kanaal van Dirk Schelen, staan heel veel junglefilmpjes samen met Jaapie het Aapie. Kan je lekker naar kijken, kun je lekker naar meedoen. Iedere week een nieuw filmpje, dus ik zou het natuurlijk super lief en leuk vinden als jullie zouden abonneren. Maar op Meester Sander's YouTube-kanaal staan ook heel veel leuke filmpjes. Ja, wil je ook op abonneren? Wil je dingen leren, dingen knutselen of bewegend leren? Dan moet je op mijn kanaal zijn. Ik zou het ook super leuk vinden als je abonneert. En vond je dit een leuke video? Ja, geef een duimpje. Hey, ja. En misschien vind je het leuk om een keer naar een optreden van mij, van Dirk Schelen, te komen. Met je Jaapie het Aapie en de jungle. Dus vraag een papa, mama of opa en oma of ze een keer op mijn website kijken. En dan kijken jullie waar ik optreed. Ik kom vast bij jullie in de buurt. En dan zie ik jullie een keer in het theater. Zullen we dat afspreken? Ja, nou, ik vond het leuk. En dan gaan we nu zwaaien, toch? Hey, doei! Doei!